Een motorrijder is vanmorgen dodelijk verongelukt op het Vlijtforum bij Eindhoven Airport. Het ongeluk gebeurde rond 7:30. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Een getuige zegt dat de motorrijder te hard reed. Daardoor zou hij de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt en de bocht zijn uitgevlogen. Daarbij kwam hij tegen een lantaarnpaal. Er is nog een traumahelikopter uitgerukt om hulp te verlenen, maar dat bleek te vergeefs. Al voordat deze kon landen, bleek de motorrijder overleden te zijn.